is dit zo leuk? Het is zo leuk omdat je net even voor de grote menigte op de vliegbasis mag fotograferen. Je loopt elkaar nauwelijks in de weg en je kunt perfecte plaatjes maken. Kerosine snuiven, rubber snuiven, het klinkt misschien heel, voor een buitenstaander heel, heel raar en apart. Het is ook een ziekte. Je komt er ook niet meer vanaf. Het is niet te herstellen, niet te genezen. Je kunt naar wat voor artsen of dokters gaan. Hoe is het nou om als praktisch enige vrouw hier rond te lopen? Dat valt best mee eigenlijk. De mannen zijn heel vriendelijk en ze geven mij meestal zelfs tips. Ik ben op zoek naar het perfecte plaatje en dat mis ik nu, omdat nu die Turkse F-16 langs rijdt die ik eigenlijk had moeten fotograferen. Hoe voelt het nou als u echt het perfecte plaatje heeft geschoten? Dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen, hè? Maar dan krijg je haast een harde puntje. Ik ben een persoon die ofwel een hele goede maakt of een hele slechte maakt. Dus ik ben tevreden op een dag als vandaag dat ik een vijftal hele goede heb.